Oh, daar hebben we het weer. Streeploos schoonmaken van ramen en kastjes en zo. Dat schijnt toch wel heel erg moeilijk te zijn. Nou, ik ga jullie mee helpen hoor. Want zo ingewikkeld is het nou ook weer niet. De oplossing. Nou, eigenlijk is het heel simpel. Je neemt wat water en je doet daar 2 eetlepeltjes schoonmaakmiddel in. We gebruiken namelijk veel te veel schoonmaakmiddel. En in schoonmaakmiddel, daar zit ook vet. En als jij daar denkt met al die zeeps op je ramen schoon te krijgen, nou dat gaat je echt niet lukken. Dus, met dat water ga je je ramen doen. Hupsakee, je trekt het droog. En het allerbelangrijkste is, de gouden tip om je ramen helemaal goed schoon te krijgen, zonder enig streepje, is met een keukendoek na te wrijven. Dus gewoon waar je glaswerk ook mee opwrijft. Nou, dan glimt het als een spiegel. Als jullie tips hebben of andere vragen, stel ze gerust, we lossen ze met elkaar op. En ik hoop dat jullie volgende keer weer kijken naar een andere tip. Dag!